Als die rakker nou eens weg is, dan kan ik gewoon lekker zeggen wat ik wilde zeggen. Kijk. De eerste 2 euro. Oh nee, het is 1 euro. De eerste 1 euro. Ik ben vandaag op zoek met de Quest X10 ID Max. Dat is de opvolger van de vorige X10. En die heeft als eerste grote verandering een andere stelenset, telescopische stelenset en een andere schotel met nieuwe bedding, dus iets stabieler en iets meer instellingen. Dan vallen die instellingen wel mee hoor. Je hebt als eerste de sensitivity, als tweede de exclude ID, dus wat zet je uit en wat zet je aan. Dus, en als derde het aantal tonen. Hij heeft wel iets meer tonen als dat de vorige X10 had. Dus dat is wel behoorlijk voordelig. En dan heeft hij hier nog een ground balance en een pinpointer. Simpel als dit kan niet. Lekker zoeken! Als je nou een mooi signaal hebt, maar je merkt dat het vrij bovenop ligt, probeer dan voordat je een gaatje gaat graven, eerst even met je pinpointer. Kijk, hier zit het. Dan zie je al dat je helemaal niet zo ver hoeft te graven. Mallorca! Ik vaak op die evenemententerreinen ligt het helemaal niet zo diep. Heel even een klein dingetje maken. Kijk. Ik kan hem er zo uit peuteren. Het ligt toch ietsje dieper. Oké, shit, dan pakken we even zo'n sneetje. Helemaal gek. Ach, een rits. Een stukje rits. Ja, dat heb je ook. Kijk, als je eenmaal het getal weet en je weet het ongeveer het geluidje, dan piep je ze er zo tussenuit. Zit nou weer een knoopje. Ah, knoop. Soms hoef je niet eens te graven, kun je ze zo voor de grond afrapen. Dat is makkelijk, weinig energie. Dan is de opbrengst groter. Nou, ik weet niet of deze video saai is of juist wel leuk, omdat je zoveel muntjes pakt. Maar dat geeft wel weer dat als je een juist veldje hebt, dat je echt wel lekker bezig kan zijn. Voor jullie misschien een beetje saai, maar stel jezelf nou eens even voor dat jij op dit veld zit en je hebt onder zoveel meter heb je een muntje. Dan is het wel weer leuk natuurlijk. En er is de volgende alweer. Gaat lekker zo. Als jullie je eigen nou afvragen waarom ik de cadeaubonnen nog niet heb weggegeven. Dat is omdat ik iedereen even de kans wil geven om te reageren en te abonneren. En dan ga ik dat ergens volgende week ga ik dat wel doen.
Dus ik ben het niet vergeten. Maar er zijn nog steeds mensen die op de vorige video reageren. En als je op de vorige video reageert, dan maak je automatisch kans op een van de 4 cadeaubonnen. Geen idee wat dit is. Lijkt wel een soort van clip ergens van afgebroken. Maar ja, er wordt hier, zoals jullie net achter me zagen, wordt er hier ook kermis en circus gegeven. Maar er zijn hier ook holidagen en American Days en braderie. Dus je weet nooit wat het is. Deze zag ik nou net weer niet aankomen. Ja, het is of een alarmpistool of het is van zo'n timmerman. Dat weet ik niet zeker. Kan natuurlijk ook van zo'n timmerman zijn. Die zit altijd in zo'n rode strip voor zo'n spijkerpistool. Maar dat is wel heel ouderwets. Maar misschien wel een alarmpistool. Er worden hier natuurlijk ook sport- en speldagen gehouden. Dus misschien dat het wel een alarmpistool is. Of ik ben heel naïef. Het is in ieder geval een patroon. Ja, ze worden al iets groter. Ik dacht heel even dat ik goud had. Maar het is van een veiligheidsspel, denk ik, of zo. Het is in ieder geval geen goud. Blijven hopen, hè? Blijven hopen. Film ze niet allemaal, want het wordt wel heel saai, maar hier ligt er weer een en deze is al wat ouder. Troepje. Een troepje. Ik stop ermee. Ik denk dat ik wel genoeg gezocht heb. Ik heb bij elkaar 1 euro, 2 euro, 20, 40, 60, 80, 3 euro, 3 euro, 20, 3 euro, 40, 3 euro, 70 en wat frummeltjes. Ik denk dat het best wel geslaagd is voor zo'n veldje hierachter. Vooral omdat ik er wel eens eerder gezocht heb, dus het is allemaal niet zo heel oud wat er ligt. Zo af en toe kom ik hier eens als ik weet dat er evenementen geweest zijn. En soms heb je veel kleingeld, soms heb je wat sieraden. Dat is net wat er geweest is. Dan laat ik het weer een tijdje met rust. En dan ga ik de volgende keer weer verder een keer hier. Misschien als die tenten weg zijn, dat ik dat stukje nog even pak. Voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet een abonnementje te nemen. Is gratis. En een duimpje omhoog te doen. En laat wat leuks achter in de reacties. Ik lees ze allemaal. Soms antwoord ik, maar soms wordt het te veel. Maar ik vind het wel leuk. Bedankt voor het kijken.